We bevinden ons hier in het zeer mooie en landelijke in de Rijnstraat in Denderwindeke. Bij ons Chris en Erika hier. Chris, wat gebeurt er hier precies op zondagmorgen? Wel, op zondagmorgen geven we eenmalig, dus niet elke week, de eerste keer een ontbijt voor de buren. Dat is eigenlijk zo op het Kongenberg hier, de overkant van de berg bij Brabant, is er een buurtcomité Café Congo. Die hebben een project ingediend met het boerenburenplan. Een project ingediend in onze naam. We zijn daaruit gekomen als laureaat. En de bedoeling is dat de mensen van de Rijstraat, dus Café Olé, het is ons project, dat die verbroederen met Café Congo. De bedoeling zou zijn dat we een paar keer per jaar, zeker naar de jeugd naartoe, activiteiten doen op de boerderij. Onder andere knutselen, picknicken. Maar voor de eerste keer geven we een ontbijt voor de buurt. En hoeveel zijn er precies langs te komen voor de eerste maal? Voor de eerste keer is het al een heel groot succes. Er zijn er 140 personen ingeschreven. En is er veel werk aan, Erika? Er komt wel wat stress bij, ja. En wat voorbereiding. Maar we kunnen altijd wel rekenen op een team vrienden en familie die voor ons klaarstaat en altijd inspringt. En gisteren was het een beetje chaotisch. En dan slaat iedereen de handen in elkaar en komt dat toch in orde. Dus, wat bedoelt u met chaotisch gisteren? Er kwam nog een beetje regen aan en dan toch nog een tent gezet. En dan tafels en de dienstgevingen bleven eigenlijk op de laatste minuten nog binnenkomen. Nog tafels bij en dan nog tafels en nog tafels. En gaan er wel genoeg borden zijn. Dan krijg je s'nachts een onweer nog een keer. En ja, dan is het helemaal chaotisch. Maar goed, het weer valt goed mee. Dus het had op met regen en dat is nu op dit moment voornaamst. Hoeveel zijn er nu voor de eerste maal precies ingeschreven voor dat ontbijt? 140 personen zijn er ingeschreven. Ooit gedacht? Nee, absoluut niet. We hadden gedacht op een 30, 40. Onze grootste wens was eigenlijk van dat de mensen uit de buurt een keer komen kijken wat er hier allemaal gebeurt op de boerderij. Omdat er veel mensen, met alle respect voor iedereen, maar er zijn veel mensen die niet weten wat er op een boerderij net gebeurt of wat er allemaal leeft. Welke zorg dat wij aan onze koeien toedienen, dat willen we graag vandaag een keertje laten zien. Ja. Dus vandaar ook het ontbijt eigenlijk in combinatie met de deuren die openstaan en een rondleiding in de stal. En de producten die gebruikt worden bij dat ontbijt, zijn ze echt van de boerderij hier allemaal? De producten zijn allemaal van de boerderij. Wij doen geen hoevenverwerking, dus we maken zelf geen kaas. Maar een buurman, Rick de Meijer, heeft met onze melk kaas gemaakt. En we zijn bij de buurt hoeven, zijn we...